smart industry is maximaal gebruik maken van wat technologie ons vandaag de dag biedt. Wat het toevlucht heeft genomen is dat de technologie veel bereikbaarder is geworden, omdat prijsniveaus enorm zijn gedaald. Denk daarbij aan robotisering, sensortechnologie, dat soort zaken. De smart industrie geeft meer duidelijkheid op de werkvloer en daardoor ook meer rust. En dat leidt weer tot een hele grote sociale innovatie, waardoor onze vakmensen ook met hun vak bezig kunnen zijn. De vakman, onze scharniermaker, die moet scharnieren maken en dat kan hij nu ook doen. We merken dat vooral onze medewerkers heel enthousiast zijn over vernieuwingen die we wat doorvoeren. Als wij ergens innovatief bezig zijn en vernieuwend bezig zijn, dan stimuleert dat de medewerkers en ook in dit geval verwachten we dat ze daar heel positief over zullen denken. We werken niet alleen aan de smart industry, want als we het alleen zouden doen, dan komen we het niet van de grond. We moeten samenwerken met andere bedrijven en ook andere bedrijven moeten daar een visie in zien. Wij hebben verstand van staal, andere bedrijven hebben verstand van andere technologieën, van robots en andere zaken. Zoals we nu met de automatisering werken, is alles op afstand bedienbaar, maar ook alles kunnen we met camera's volgen. We zien hier nu de camerabeelden van onze lasers en onze autorobots aan de andere kant van het magazijn. Wereldwijd kunnen we alle beelden volgen van onze machines en ook uiteraard besturen. In de maakindustrie moet je meegaan met de laatste stand der techniek. Dat gaat om je productiemiddelen, maar dat gaat ook op het gebied van beschikbare materialen en de ontwikkelingen daarin. Wij zien dat als je in de maakindustrie actief bent en je smart industrie omarmt, dat je competitief kunt blijven produceren in Nederland. In de metaalsector staat lang niet iedereen open voor software en automatisering. Dit is een gemiste kans. Het heeft ons een unieke positie in de markt opgeleverd.